Dat bestaat uit drie onderdelen. Dat is een sokkel, een voet, een zuil en een kort tenstalen pijl. Maar dan wordt je iets korter, hè? In principe. Beeldhouwer René van Boksel is op de gemeentewerf van Heusden bezig met het zogeheten pijlmonument. Een oorlogsmonument dat op zondag 3 november wordt onthuld in Drunen. Het geeft aan van kracht en vastberadenheid. Twee elementen in die actie. De pijl die symboliseert de oversteek van het afwateringskanaal Den Bosch-Drongelen en de daaropvolgende opmars van de Schotse 51ste Highland Division in november 1944. Ja, dit is het logo van de Highland Division. Hè? Ja, dat willen ze erin hebben natuurlijk. Ja. Symbool van hun legeronderdeel. De Schotten waren 75 jaar geleden de bevrijders van de regio Heusden. Ik hoop dat iedereen het kan waarderen en daar hangt het een beetje van af. Hè? Dus, maar het is gewoon goed geweest. Mooi. Mooi karwei. En dat karwei, het monument, wordt op zondag 3 november onthuld. Nou, dit ding weegt toch wel 300, 350 kilo. De pijl die weegt ook gauw 40 kilo. Dus het is wel een compleet ding van een dikke 700, 800 kilo, heel dat monument.